Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Lightburn In-Depth serie. Tips en tricks, ik weet niet welk deel is het, 4 of zo? Geen idee. Dat ziet u wel aan de titel, geen probleem. Het is een stormachtige dag vandaag. Junis is vandaag de dag, de storm waar we mee te maken hebben. Maar neem verder niet weg dat ik toch graag bezig ben met lezen, graveren en de dingen daaromheen. Een tijdje terug heb ik een keer een video gemaakt waarin met name het maken van een power scale aan bod kwam. Ik zal de link bovenin plaatsen naar die video. Een van de dingen waar veel mensen tegenaan lopen en ook ik tegenaan gelopen ben, is dat als je een foto gaat afdrukken, als je een foto ophoudt of op een spiegel of op een tegel of weet ik wat dan ook, dan zijn er een heleboel verschillende methodes. Zaken als drempelwaarde en geordend en Atkinson enzovoort enzovoort enzovoort. Maar welke geeft nu het beste resultaat? En waarom refereer ik nou aan die power scale? Omdat je dit natuurlijk ook voor afbeeldingen kunt doen. En ik heb dat op enig moment gedaan. Ik heb op enig moment een soort van power scale gemaakt, maar dan voor afbeeldingen. Maar voordat ik dat gedaan heb, heb ik eerst vastgesteld van welke methode geeft nou eigenlijk de mooiste resultaten. Eigenlijk is dat heel simpel uit te dokteren. Wat je doet, je gaat een plaatje of een foto ga je tevoorschijn toveren. Ik had een plaatje van de kerstman genomen. En die laat ik dan ook branden als een image. Dus als een afbeelding. En bij die afbeelding heb ik in totaal 10 verschillende methodes gebruikt. Dus 10 verschillende afbeeldingmethodes met allemaal dezelfde settings. Ik weet niet eens meer welke settings, totaal niet belangrijk. Settings waarmee ik op hout al afbeeldingen gelezen had en waardoor ik zeg maar op hout goede afbeeldingen kreeg. Dus de methodes die ik gebruikt heb, dat waren drempelwaarde, geordend, Atkinson, korrelige weergave, Stucki, ik denk een beetje Duits, Jarvis, krantenpapier, halftoon, schetsen en grijswaarde. En die 10 plaatjes van die kerstman, dat waren dus 10 keer hetzelfde plaatje met 10 keer dezelfde settings, alleen andere afbeeldingsmethode. Simpelweg om vast te stellen van wat geeft nu de mooiste afbeelding. Ik ga het plaatje laten zien. Dit is het resultaat bij mij geworden. Ja? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat grijswaarde, dat is hem niet, hè? Dat wordt ook bijna altijd afgeraden als je in een Facebookgroep of weet ik wat dat komt. En je gaat het daarover hebben, dan zie je dat grijswaarden het niet zijn. Je ziet ook dat schetsen hem niet gaat zijn, want dat is eigenlijk meer een tekening maken. Maar het is wel leuk om te weten natuurlijk. Het is leuk om te weten dat jij een tekening ergens van kan maken, simpelweg door de functie schetsen te gebruiken. Nou, ik heb dat voor mijzelf, die 10 opties, gebruikt. Ik heb met een rood kruisje aangegeven waarvan ik vond dat het niks was. En dat kon dan allerlei redenen hebben. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat bijvoorbeeld bij de eerste, bij drempelwaarden, blijft de afbeelding van die kerstman blijft over, maar zijn achtergrond viel weg. Nou was er niet zo heel veel achtergrond, maar er was een achtergrond. En als die achtergrond wegvalt, gaat die ook bij een gewone foto wegvallen. En dat is niet zo'n goed plan. Het is wel leuk als je dus die afbeelding wil hebben zonder achtergrond, maar niet als je echt die foto wil hebben. Dus ik heb ze met rode kruisjes, dan vielen de 5 gelijk al af. Voor mij dan, hè? Nogmaals, voor jou kan het resultaat helemaal anders zijn dan dat je zeg maar zegt, ja, maar ik vind dat heel mooi juist. Wat voor mij afviel waren drempelwaarden, Atkinson, halftoon en schetsen en grijswaarde. Nou, schetsen en grijswaarde hebben we gezien waarom. Grijswaarde was helemaal donker. Schetsen geeft een soort van tekening. Nou, de halftoon, de Atkinson en de drempelwaarde. Bij de halftoon zie je dat de achtergrond eigenlijk een soort van pixels is. Nou, natuurlijk een afbeelding is pixels, maar je ziet dus ook echt pixels. Het is net alsof je naar een naar een heftige sneeuwbui zit te kijken, zeg maar. Zo ziet het er ongeveer uit. Bij Atkinson valt een heel groot gedeelte van de achtergrond weg en alleen de buitenrand blijft over. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kleuren die daar gebruikt werden. En bij drempelwaarde is gewoon de hele achtergrond weg. Er blijven er dan 5 over. En van die 5 is er één die heeft van mij een dubbele vink gekregen. Een dubbele groene V. En dat was de methode Jarvis. Maar ik zeg tegelijk bij dat ook krantenpapier komt er goed uit. En eigenlijk ook Stucki. Ja? Goed, dat wetende
Dan weet je dus welke afbeelding je wil gaan gebruiken. Ik wilde dus gaan gebruiken Jarvis. Oké. Ik had een foto van mijn schoonvader. Die is al behoorlijk op leeftijd. 83, 84, zoiets. Een jeugdfoto van hem. En die foto ben ik vervolgens in Jarvis. Dus op twee verschillende tegels met verschillende snelheden, verschillende powers gaan lezen. Ja? Weliswaar is dat een methode met witte achtergrondverf, met witte verf. Dus je moet de witte verf eraf halen. En zie hier, je ziet hier bijvoorbeeld al dat dit helemaal niks is. Ja? Maar hier gaat die beter worden, zie je dat? Hier gaat die foto in een keer beter worden. 1200 bij 75. Oké, dat is interessant. Ja? Toch even verder testen eventjes. De eerste twee rijen zijn hetzelfde, 1000 en 1200. Maar we gaan nog even iets verder. Maar je ziet dat het hier weer slechter gaat worden. Zie je dat? Dus vanaf 1400 wordt hij slechter. Dus eigenlijk, zo rond die 1200 bij 75, deze kant is het, zit zijn beste foto, zeg maar. Het had ook deze nog kunnen zijn, die 70, maar dat zit er natuurlijk niet zo heel gek ver vandaan. En dat is weer vergelijkbaar met die andere tegel, want die toont hetzelfde. En op deze manier kan je eigenlijk net als met een powerscale, want het is eigenlijk een soort van powerscale, alleen nu met een afbeelding, dus niet een powerscale waarbij het alleen om de snelheid en de power gaat, maar eerst een soort van powerscale om vast te stellen van welke afbeeldingssoort ga ik dan gebruiken, welke dithering zoals dat heet. Ja? En als je dan de dithering gevonden hebt, een powerscale met wat geeft mij dan de beste afbeelding. En dat kan je dus heel simpel doen, door in dit geval geen vierkante blokjes te gebruiken, maar een foto te gebruiken. Wederom met verschillende snelheden en verschillende powers. En met een beetje mazzel zul je dan, eigenlijk moet je het voor elk materiaal doen. Hè? Dat is even voor alle duidelijkheid, want dat is met die powerscale ook. Maar met een beetje mazzel zul je dan voor jou de ideale setting, de ideale sweet spot vinden. In dit geval betrof het witte tegels. Maar zou ik dit nu willen gaan doen op hout, zoals ik hier vast heb gesteld van welke soort hout ik wilde. Ja. Dan zal ik eigenlijk ook zo'n powerscale moeten maken met 75%, 70%. En nou ja, ik weet niet of 75% handig is überhaupt, maar dat is even. Ja, ik zou ook daar een powerscale van moeten maken van oké, als ik dan die Jarvis gebruik, dat is deze hier. Ja, met welke snelheid en met welke power krijg ik dan het beste resultaat eruit? En zo kan je powerscale dus op verschillende manieren gaan doen. En uiteindelijk met een goede setting tevoorschijn komen voor datgene wat jij wilt gaan maken. Dit was hem vandaag voor deze tips en tricks. Hij is relatief kort. Ik heb een wat langere video, twee langere video's op stapel staan. De ene kan ik simpelweg niet doen. Die had ik vandaag willen afronden. Maar door het enorme slechte weer gaat dat niet lukken. Ik moet er namelijk een klein stukje buiten voor doen. En dat stukje wat ik buiten wil doen, dat moet ik fotograferen. Dat moet in de video worden opgenomen. Eigenlijk is het product al klaar. Maar dat kan ik dus nog niet doen. Die komt zodra het weer iets beter is. Misschien morgen, wie weet. Want ik moet iets monteren op de muur. De andere wordt een hele bijzondere. En dat gaat ergens de komende week worden. Ik weet nog niet wanneer. Kan je wel een tipje van de sluier doen oplichten? Heb je wel eens van resin art gehoord? Nou, daar gaan we ons in de video daarna mee bezighouden. Dus we hebben eigenlijk met deze video alweer drie video's op stapel staan. Waarmee we aan de gang gaan. Ik hoop dat je een goed weekend hebt. Ik hoop dat je je storm goed overleeft en dat je gezond blijft. Tot de volgende keer. Dag.